Beter. Oh! Deze man! Weet je trouwens een stun gun, dus je kan ze wel stunnen. Dat is niet nodig, ik heb een yo-yo. Waar is mijn leven? Hellpark. Is dan Hellpark. Het is gewoon je scherm wordt roder en hoe roder je wordt. Oh, zo is een volledige paar mellen op me te schieten. Ik ben neer, ga naar de eerste muntie. Wat is het? Zo moet ik even. Ow. Ik ga hem nu halen. Oh, wow, man, ze gaat neer. Gooi hem weer in de bankie! Ja, maar je bent niet een klein bankie, man! Ja, als die man aardig gezeten, hoef ik het ook niet meer. Hier, kijk, zo. Het is wel weekend, dus dat mag gewoon. Ja, precies. Het mag gewoon meerdere bankies dan ook. Ja. Er zit zelfs een pulsie erbij of zo. Of, Jorik, ik heb de deur voor je opengemaakt. Ja, is goed. Is dit een deur tot mijn hart? Nee. Ik wil even romantisch doen, dan kunnen we zeg maar. Dan kunnen we dit als titel van de video doen van de deur tot Peter zijn hart. Ja. En dan Dan is het speciaal. We zien Osborne en Het is een heel indrukwekkend idee, ik snap. Nee, we willen geen drink. Ik denk dat het iets minder intens. Wanneer? Wanneer? Het is moeilijk echt een volledige ninja. Dude, deze om een of ander ziet je, en ineens is iedereen naar je op zoek. Er staat letterlijk nergens op. Ik had de hoop voor dit spel. Nou, maakt niet uit, ik moet hier naar boven, toch? Ik pak je stungun dan. Ja, waar? Hoe? Ik pak je omhoog, in de kou. Ja, oké. Wow, dat is letterlijk een man, van je. Peter, red me! What the fuck gebeurde? Peter raakt even niet, je raakt even niet gelukkig omdat ook alle knoppen. Ja. Tim, ik raak die vinger aan. Heel romantisch. Haal me weg. Maar dat is nee, die moet weer de deur open. Maar net nog een half uur bezig met alle microfoon te fixen. Oh. Peter had zijn progressie in de microfoon meegenomen, maar mijn computer kon die niet verwerken ofzo, omdat die kostte ze. Veel processorkracht in nam. Is dat cool voor je computer? Dus nu gebruik ik mijn podiummicrofoon. Het is misschien een beetje ruis en shit, misschien. We gaan proberen het eruit te halen. We gaan zo wel zoveel mogelijk eetgeluiden erin. Ja, dat is sowieso, maar dat was te verwachten. We zijn namelijk de zeemantjes. Oké, ik ga nu echt sneaken. Ja? Is er iemand? Er is helemaal niemand. Goed gezien, Peter. Hoe is het maar? Oké, ik weet. Sneaken? He was raised in Oakland, but was born in. His deal is, he's been hanging around the DedSec IRC, and he's got cred. Figured we'd give him a test. Zeg maar, toen ik het eerste keer speelde, was ik echt van, oh, de spelmechanics zijn wel verbeterd. Maar dit staat helemaal nergens op. Ik had bijna ook gesuggereerd dat het vergelijkbaar was met Metal Gear, maar dat is absoluut niet waar. Oh, Peter was wel voor. Wij trap achter. Peter! Nog één trapje omhoog. Wat gaat ervoor? We gaan wel even zorgen dat ze hier nog bijdragen. Hoe heet die man van Assassin's Creed? Dat is natuurlijk een andere, maar de enige die ik kan herinneren was Ezio. Ja, maar die in de eerste drie delen is wel dezelfde man die... Ezio, ja. Welke knop is het? Driehoekje, je moet iets druk houden. Ik weet niet. Waarom is het weg? Ja, okay, die heb ik. Oh, even computer. Minecraft! Minecraft! Ik ga Minecraft ruffen, dat is heel erg snel. En nu? Jorik, raak op niet in dat gebied blijven op de kaart. Dicht bij de computer blijven. Peter is een man daar, letterlijk naar de NS. Peter is letterlijk een man! Waar? Daar. Daar. Daar, ik zie hem daar. Het is ook wel echt het slimste, want ik kan zeg maar niet. Ja, precies, weer gezien. Wat doe je? Jorik, ik word nergens. Ja, maar had wel een kruimte, ik vond het niet leuk. Het is een dure controller, PlayStation 1 style. Ik werk hier niet bij dat console zelf hoor, als je dat denkt. Sorry. Hoe kun je dat missen? Ja, ik weet niet wat er gebeurde. Maar het is kut, want ik kan dit niet zien vanaf deze afstand, zeg maar.
Ik weet niet of er een hitmarker op het spel is, maar ik zie hem niet. Jawel, dat is wel een klein. Ja, drinkje. Dat kan ik niet ja, zien. Ja, dat is een hitmarker. Ik had mijn bril moeten meenemen. Ja, ik heb nog nooit met een bril gezien. Dat zal echt heel raar zijn. Ik heb hem één keer opgehaald en toen lachte ik hem voor me uit. Ja, dat is niet leuk. Dit is dan Mike's bril, het is een Harry Potter bril of zo. Nee, het is gewoon een standaard bril. Ik weet niet, het zag er het meest normaal uit. Moet ik nog steeds in de buurt blijven? Volgens mij moet ik al lang naar boven. Nee, ja, lang. Sorry. Oh my god. Het is nog steeds als een jochie erin aan het neerschieten. Schieteren bedoel ik. Ja. Schieteren. Zo. Ja, precies. Je was al lastig geweest. Hè? Want ja? Ik snap dat ik de fouten kan maken, maar... Je wou me al helemaal... Oh, kan ik deze jump maken? Nog één naar boven. Nee. Ik ben al helemaal boven, toch? Voor mij echt... Oh nee, daar is een trapje waar je heen moet. Oh, ik kan gewoon lopen. Ik wou alweer die jump maken. Kun jij zo de trap rennen? Ja. Oh. Beetje stop alsjeblieft. Hier. Heb je ooit iemand zo de trap op zien rennen? Alleen de Assassin's Creed man. Nee. Het is wel van Ubisoft, dus het is heel groot dat ze er dingen van gejat hebben. Wat moet ik hier doen? Daarin. In de dingen op de grond. Drie moet je weer in terug houden. Ja, dat is wel. Oh, dit is mijn luik! Ja, mijn schuilkelder in. Is het natuurlijk nog uit die tijd van Anne Frank ofzo? Ja. Wow. Hoe kan je hem gaan? Hij is echt een spinman. Hij is echt een spinman. Smaakt het lekker, Peter? Tim, ik wil die grote feestjes. Hoe kan hij dit? Hij is gewoon wild. Even op je laptop zitten. Graai. Hebben jullie middag gegeten of niet? Nee. Jij wel, Jurgen? Ja, nee, dat ik niet. Ja, die locatie kan het beste Minecraft spelen. Dichtbij zijn de Minecraft main server. Het is jammer dat wij geen geluid horen. Dat is best wel teleurstellend. Dit is toch Notch, deze man? Je hoort een beetje geluid, oké. Okay. Je kunt het. Oh ja, dat is alweer niet. Hé hey Tim, mooi biertje! Ja. Mooi biertje! Wil jij? Allemaal super geluid maken. Op jou, we moesten zo hard dat ik het oké. Raar. Ik heb gisteravond een feestje gehad, maar doe maar. Doe maar. Oké. Okay. Wacht even, ik heb nog een hele feestje. Ik ga allemaal dingen doen nu! Nee. Ja, je gaat voor een beeld staan. Wat moet ik nu doen? Je moet het hacken. Je moet eerst weer die sleutel ervoor vinden, of? Oh, nee. Zoek de sleutel. Niet zo goed in de keuze. Allemaal rare dingen. Nee, ik doe dat ding weg. Jury is volledig weggelopen, yeah. Jongens. Hij moet ook gewoon weer meteen aan de alcohol zitten. En dan probeert hij mij erbij te trekken. Oh, ik kon die deur gewoon openmaken. Oh. Oh, dit is mijn main. Is dit niet van NASA? Het ziet er wel zo uit, ja. Volgens mij was het ook letterlijk zo. Hij gaat nu NASA of zo hacken. En... Hè? Ja, gewoon als spray. Of een Google server of zo, dat was zoiets. Welke knop? Jury is niet. L nog wat. Geloof ik. Ja, dus ik kan het niet lezen. Oh, wacht. Kijk ook op dat bureautje sneaken. Ik moet dingen doen. Als jury er nou bij was geweest, die had... Ik ben er weer! Jero, wat moet ik hier doen? Waar ben je? Oh wacht, ik moet een draadje voor. Wat is dat? Ik had het een keer gekregen, intense flash of bomb. Ik moet dat... erin. Oh, ik moet die stroompjes omzetten. Jury heeft gewoon echt een... Jury, alsjeblieft! Dit is een belangrijk moment in mijn leven, dit. Oh. Ik heb het gefixt. Oké, nou, dit heeft stroom en dan kan ik hier iets doen. Ik weet niet waar ik het heen gezien. Ik heb zomaar echt een kurk op dit soort bierfles zitten. Ik denk dat iets. Ik denk niet dat je gaat schieten. Je moet gewoon een beetje zo. En dan gaat hij gewoon los. Oh, wacht, nou klopt deze niet zo'n schietfles. Beter? Jera, ik heb het. Ik heb het gefixt, Jera. Oh, god. Het lukt opnieuw niet meer. Moet ik je helpen? Ja, als je de tent gaat nu. Oh, wel. Als allemaal dood zijn, word ik echt wel boos. Maar ook ze doen heel cool dat ze mes pakken, dat ze afkappen. Nee, dat gaan we niet doen. Jullie, ik heb het gefixt.
Oh, de echte hackers. Niet harder zetten misschien. Oh, ik hoor geluidjes. Ja, ze zijn aan het inloggen. Jullie hebben net een fles drank of zo. Ja, dit is bier. Heel snel geëscaleerd. Dat gaan ook niet. Wat gebeurt er nou? Ik ga een kurk trekken pakken, denk ik. Ik moet kotsen. Oh, hij is zichzelf uit de database van een of andere search engine aan het verwijderen. Wauw. Dus die video, ik was aan het editen en ik zag anime hardcore purple elf staan, dus ik vroeg me af wat we vinden als ik dat opzoek. Hardcore purple hair elf. Ja, oké, ik krijg hartstikke 2 resultaten. Even kijken. Maar hier staat noodle search. Dat is dat gewoon op Google dus, basically. Bij plaatjes hebben we, ja. Ja. Het is ook wel logisch dat in de geflekte history staat bij die man. Dat is wel hentai elf porn censored. What?